Breda Nu. Goedenavond, mijn naam is Floortje en dit is het weekoverzicht. Op zaterdag 26 mei vond de 28e editie van de Vrijmarkt in Prinsenhagen plaats. Mike ging op pad en ging even op ontdekkingstocht of er nog wat leuks te vinden was. Hey, wat heeft u net verkocht? Oh, ik heb net weer kraaltjes verkocht. Ja. Flinke prijs voor moeten betalen, die mensen. Ja, tuurlijk, altijd hier. Het viel me gelijk op, jullie hebben allebei hetzelfde aan. Ja, dat is geen toeval, neem ik aan. Ja, is toeval. Ja, ik kwam er mooi raal en zat hetzelfde aan als ik. Hoe het kan, ik maar weet niet. Helpt het een beetje met de verkoop? Dat ze zien van, hé, die hebben allebei hetzelfde aan. Ja, ze denken van, dat zal wel goed lopen daar. En helpt het bellenblazen ook een beetje? Dan trekken jullie die klanten een beetje naar jullie toe? Maar vooral wij zelf vinden het echt superleuk om te doen. We zijn de hele dag lekker aan bellen. Wij zijn de hele dag aan bellenblazen. We lopen ook al weken te oefenen en die kinderen vinden het fantastisch. Het valt op, pluk de dag, carpe diem. Ja. Hoe komt u eraan? Die heeft u hier gekocht? Ja, op aanraden van mijn vrouw natuurlijk. Hè? Ja, oh, ja. Die was de grote baas. Die zei van, die wil ik in de woonkamer. Ja, ik heb er eentje de baas zijn. Hè? Hoe vindt u het om dit te doen? Het is nog best wel moeilijk. Help me even mee. Ja? Heb je al mooie dingen gezien? Zeker. Ja, maar dan niks gekocht? Best wel veel. Oh, best wel veel gekocht? Superveel, ja? Mag ik wel zeggen. U heeft twee koffertjes ook op de kop getikt? Ja, inderdaad. En die zitten vol met goudmateriaal. Oké. Okay. Wat voor materiaal dan mogen we nu weten? Nou, nee hoor, mag. DVD's. Ja, hij was met name op zoek naar films. En heb je ook al een rondje gelopen zelf over de markt? Ja, ik heb met vriendinnen net gelopen en ook met mijn moeder. Okay. En nog wat dingetjes gezien of gekocht? Nee, ik heb alleen iets lekkers gehaald, maar nog niet echt iets gehaald hier. Wat heb je op? Een suikerspin. Een suikerspin. Was die lekker? Ja. In plaats van sporten doe ik rommelmarkten. Oh. Ja, als mensen zeggen, wat doe je? Ja. Nou, je kan maar een hobby hebben, hè? Approximately 10 hours later. Yes! Kijk eens aan. Ik begin mijn eigen bellenblaastest. Als voorproefje op het Breda Jazz Festival sloten bijna 700 leerlingen uit groep 7 en 8 het jazzproject af in het Chassé Theater. Bij het project maken ze op een interactieve manier kennis met jazz. En of het een feestje was, dat zie je hier. Ajo! Het project is om scholieren van uit groep 7 en groep 8 interactief kennis te laten maken met jazzmuziek. Dat is natuurlijk een hele belangrijke muziekstroming vanuit de geschiedenis. En in de klas hebben ze gedurende 6 tot 7 weken hebben ze allerlei lesmateriaal doorgenomen met een docent. En onder andere gaat dat over het ontstaan van jazzmuziek, over de instrumenten die je tegenkomt in jazzorkesten. We leggen een link met het heden, dus welke artiesten zijn er nu nog steeds die jazzmuziek maken. We hebben dit jaar voor het eerst de bluesharp als centraal thema genomen, wat natuurlijk ook in de blues, dat is een heel bekend instrument natuurlijk, hè, voor de blues. Jullie hebben niet dit jaar, maar vorig jaar meegedaan aan het jazzproject. Hoe vonden jullie dat? Wel leuk. Heel interessant. We hebben ook veel geleerd over vroeger. Ja, precies hetzelfde bij mij ook. En is het nou ook een beetje een voorproefje op het Breda Jazz Festival wat we straks krijgen? Nou, dat niet een beetje, maar een groot voorproefje, ja. Okay. Zeker weten, ja. Dus we willen de kinderen op die manier stimuleren om naar jazz te gaan luisteren. En ja, ze hebben straks 4 dagen de kans om dat te gaan doen. En ja, hopelijk luister je dan net even met een ander oor. Van, dat heb ik, dat weet ik, dat is dat instrument. En dat is... weet je wel, misschien zelfs wel een liedje wat ze herkennen, wat dan ook. Ja. Toon aan de Poolse bevrijders wordt er een generaal Maxik Memorial gebouwd naast het Poolse ereveld in Breda.
Een officiële opening van de bouw vond plaats op 27 mei, waar de eerste paal in de grond werd geboord. Als zoon van de Poolse oud-strijder, en mijn vader die zat in de Poolse Panzerdivisie en bevrijdde mee Breda, vind ik het, of hebben wij lange tijd nagedacht van hoe kunnen wij het eerbetoon aan de Polen nou eens een keer echt vorm en inhoud geven. En toen hebben we het initiatief genomen zo'n 3 jaar geleden om hier een memorial te gaan bouwen bij het Pools Militair Ereveld. Het is in feite geen monument, het is echt een gebouw. Het is 500 vierkante meter en het zal ook de thuisbasis worden voor het Generaal Maciek Museum. Daarbinnen zal verder een documentatie- en informatiecentrum zijn. En er zal ook ruimte zijn voor reflectie en voor herinnering aan de gesneuvelde militairen in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied. We zijn 3 jaar terug het gesprek begonnen met de mensen van het Generaal Maciek Museum. Die zeiden van er zou toch eigenlijk een vaste plek moeten komen. En omdat wij dachten als gemeente van gewoon alleen weer ergens een afgesloten museumpje. Dat is hem helemaal niet, want je wil eigenlijk gewoon dat het een heel open toegankelijke plek is. Waar iedereen zich ook thuis voelt om het verhaal van de bevrijding door het eerste panzerleger van Maciek te kunnen herdenken en te kunnen vieren dat wij vrijheid hebben. Zijn we er uiteindelijk met elkaar op uitgekomen dat het heel mooi zou zijn om het hier op deze begraafplaats een memorial te bouwen. Waarin het museum een plaats kan krijgen, maar waar ook echt tijd is voor en aandacht is voor reflectie. Voor het herdenken, maar ook het vieren van vrijheid. Want dat hoort er allemaal bij elkaar. Omdat het zo belangrijk is dat nu dit jaar, 75 jaar terug, wij bevrijd zijn door die eerste panzerdivisie van generaal Maciek. En daar hebben wij onze vrijheid hier in Breda aan te danken. En vandaag wordt dan de eerste paal in de grond geslagen. Wanneer is het eindresultaat te zien? We hebben het nu zo in de planning zitten dat we in oktober, dan willen we de ruwbouw het gebouw klaar hebben. Nou, dan houden we een soort open dag op rond de bevrijding van Breda 75 jaar. Daarna moeten we inrichten, want we moeten de buitenruimte nog doen. En als we alles bij elkaar nemen, dan zijn we nog een aantal maanden bezig. Dan zullen we volgend jaar tegen mei, ergens in mei, als Nederland 75 jaar bevrijd is, we vieren dat met z'n allen, hier ook het memorial, in zijn geheel open zijn, zowel buitenruimte en alles is dan klaar. Breda Jazz, dat kan natuurlijk niet ontbreken in dit weekoverzicht. We hebben weer 4 fantastische uitzendingen van Jazz Talk mogen maken. En hoe dat eruit zag, zie je hier met alle gekkigheid en mooie muziek van de afgelopen dagen. Daarmee gaat het festival officieel worden geopend. Jullie hebben elkaar hier ontmoet op het jazzfestival. Inderdaad. 35 jaar geleden. Ja. Hoe ging dat? Ja, nou ja, liefde op het eerste gezicht. Je kijkt elkaar eens aan en denk je, nou, ja, wie weet wat er van komt. Hè? Hij zit helemaal kwijt, of niet? Nee, helemaal niet. Ik speel maar 2 akkoorden, dat is eigenlijk alles wat ik doe. Oh, dus eigenlijk, zij doen het zware werk en ik doe helemaal niks. Eigenlijk doet hij niet zoveel aan de groep. Ik alleen maar een beetje bij, man. U bent meer voor het plaatje, bent u de... Ik ben de baas, ik zeg wat ze moeten doen. En voor de rest doe ik helemaal niks. Betekent in het Portugees bidden, gebed of opgewonden raken? Wat past het meest bij jou? Opgewonden raken. Opgewonden raken. Opgewonden raken. Opgewonden raken. Yeah. Ja, welkom dames en heren. Het is weer tijd voor de enige echte Jazz Talk Quiz. Wie maakte in het New Orleans in de jaren... Ik heb een vlag voor mijn hoofd. Wie maakte in het New Orleans in de jaren 20 van de vorige eeuw de eerste belangrijke jazzopname? Louis Armstrong. Is dat die fietser, dacht ik? Nee, dat is toch die andere? We lopen echt zomaar op de Bonnefoy door Breda, maar deze muzikant hebben we allemaal een keer eerder zien optreden. Het valt me op heel subtiel en in deze tuin komt het geweldig goed over, vind ik ook. Ja. Hoe doe je de salsa? Zal ik laten zien? Ja, wil je me laten zien? Ja.
Als u een jazz-instrument zou zijn, welke zou dat dan zijn? Een Hammond-orgeltje. En wat is dat? Dat is een zo'n orgel die je vaak hebt bij jazz. Een saxofoon, absoluut een saxofoon. Omdat ik dat het mooiste instrument vind wat ik ooit heb gehoord in mijn leven. Sketten is het gebruik maken van een melodie zonder te zingen. En dat gaat als volgt. Shit up the deep tip top. Wada badi di di si da ta doi. Reya bada daya. Wada dip doop 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 doop. Doobidi da badi doobidi doo. Skidoobidi ba bam. Doo 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 doo. A ba 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 loo ba a ba bam boom. Brrrr pa pa. Wauw. Niet slecht. En om nog even na te genieten van dat mooie jazzfestival, vroegen we bij de vraag op straat wat hun hoogtepunt was van het jazzfestival. Wat was jouw hoogtepunt gisteravond op het jazz? Dat was de afsluiter bij het podium bij Pedals. Dat er ineens een hele muziekchange kwam. Dat je Snoop Dogg te horen kreeg, een beetje techno. Vond ik gewoon een hele leuke afsluiter om het lekker algemeen te houden voor iedereen. Dus toen kwam er eigenlijk opeens een heel ander genre voorbij. Ja, je had het eigenlijk niet zien aankomen. Dus dat was wel heel grappig. Nou, op een gegeven moment was er een band en daarop was een man en die speelde dwarsfluit en een man die speelde contrabas en die deden allemaal na elkaar, deden ze een hele mooie solo. En die speelde echt super, super goed. Was echt waanzinnig om te zien. Ja, echt muzikanten. Weet je nog hoe ze heten? Nee, ik heb geen idee meer, maar ik heb ze wel gezien. Ze waren echt heel goed. Ik vond het optreden helemaal van achter in de Bommel. Ja, de Bommel vond ik echt heel gezellig. Een beetje crowded, heel veel mensen aan het dansen, gezellige sfeer. Heel leuk. Nou, gisteravond gezellig gestaan met een hapje en een drankje en leuke band gezien. Het jazzfestival is eigenlijk gewoon echt leuk in Breda, omdat iedereen is dan vrij, iedereen geniet dan van de muziek. En de sfeer hier in Breda komt dan echt los. Je ziet mensen die hier rondlopen, genieten van de muziek en daarom hou ik zo erg van het jazzfestival. En hoe geldt dat voor jou? Ja, precies hetzelfde. Is er nog een bepaald moment geweest waarop je dacht, oh, dit ga ik echt niet meer vergeten? Ik heb ook een keer vorig jaar vanaf zeg maar, zo'n balkon, boven het jazzfestival bekeken. En dat was wel echt heel erg gaaf, dat je gewoon bovenaf iedereen ziet dansen en naar zijn zin hebben. Dat was echt heel leuk. U heeft de smaak al goed te pakken, geloof ik. Nou ja, het gebeurt niet elke dag dat ik dans. Dat zal ik eerlijk bekennen. Het is een hele tijd geleden en de vloer is ook niet zo lekker hier, vind ik. En dat met rubber schoenen, dat is eigenlijk, had veel mooier gekund, denk ik hoor. Maar ja, ik heb mijn best gedaan, dus ik hoop dat iedereen er tevreden mee was. Bent u een beetje fan van het jazzfestival? Een fan? Ja, wij gaan eigenlijk elk jaar hier naartoe. Maar meestal op donderdag, hemelvaartsdag, omdat het vroeger je vrije dag was, echt. En dan gingen we altijd hier naartoe, maar nu komt donderdag niet meer, dus dan gaan we lekker zaterdag. Op woensdag 5 juni vond de opening van het Brabants Internationaal Kinderfestival BRIK plaats. Een festival met veel openluchtvoorstellingen om kinderen kennis te laten maken met theater. En dit jaar focussen ze zich ook op de allerkleinste, van 0 tot 4 jaar. Zo is er zelfs een voorstelling speciaal voor baby's gemaakt. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Het BRIK Festival 2019 is geopend! Veel plezier allemaal! This festival is unique because it focuses on the non-verbal. All the shows here have no words. It's only non-verbal. It's a way to express how to use other way of expression instead of language. You can use your body, you can use your imagination, your feelings, and non-verbal is the... this is what makes this festival unique. The Block is a dance and circus show. It's a collaboration between Motion House Dance and Neuf Vuit State Circus. The show is in its fourth year of touring now, so we've done over 250 shows across Europe, Australia, South Korea. We've been around a lot of places. And it's a show that goes to a lot of festivals, sometimes indoors, but mainly as an outdoor show on the streets for free, for the public, for whoever's there. I mean, the show is like really kind of a show for anyone. Like, kind of we made it as like a family accessible show, so like children enjoy the energy of the show and the excitement and the acrobatics, but then there is a more subtle kind of darker through line there as well for the adults to enjoy, so it plays well to
to all levels. But yeah, kids always love it. Ja, heel indrukwekkend. Echt fantastisch met die acrobaten bijna en dansers. Ik weet niet precies hoe je dat moet noemen, maar heel indrukwekkend. En ook leuke sfeer omdat er buiten is. Ja, er is dus ook een voorstelling voor kinderen van 0 tot met 12 maanden. Zou je daar naartoe gaan? Nou, misschien wel. Hij is 11 maanden, dus hij kan net. Ja. Hè? Wel, zou je het leuk vinden? Ja, ik denk dat hij het wel leuk vindt. Maar ik vond het wel heel knap van ze, wat ze allemaal konden. En wat vond je dan zo knap? Nou, ze konden allemaal kuntjes en heel veel waren ook heel sterk, want ze konden iedereen gewoon optillen. Ik vind dit gewoon lekker ongedwongen voor de kinderen om er kennis mee te maken, dus dat is gewoon heel leuk. Ik vind het zelf ook wel belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd veel van cultuur en kunst meekrijgen. Ja, ja, zeker. En niet zo ingewikkeld per se, maar gewoon zo lekker in de buitenlucht en ergens naar binnen lopen en kijken. En dan wordt het ook niet zo'n ding of zo, maar het is gewoon hartstikke leuk dat ze dit kunnen meepakken. The reaction from the children, the first few minutes, they're always a little bit unsure. And then they get warmer and warmer the more. And then by the end of the performance, they always want to join us. Theatres in particular can be so inaccessible often to like a family audience, like going inside and having to sit in your seat and it being dark and being told to be quiet and just watch the show. It's not a very inviting environment for children. So yeah, doing like an outdoor children's festival where there's no expectation to sit there and, you know, if they want to make noise, if they want to move around, then they're free to do that. And I think that's a really important space for kids. En zo zijn we alweer aan het einde van dit weekoverzicht gekomen. Bedankt voor het kijken, fijne Pinksteren en tot volgende week. Doei!